Dit is een euro. Wij hebben 24 uur om hiermee zoveel mogelijk geld te gaan verdienen. Met als enige regel dat we alles zelf moeten verdienen. Want als wij gaan bedelen voor geld, worden wij gelijk gedisqualificeerd en stopt de challenge. Dat gaan we dus niet laten gebeuren. Dus is het plan om een aantal waterflesjes te kopen om deze vervolgens te verkopen voor maar liefst 2 euro. Ik weet überhaupt niet of mensen dit gaan kopen voor 2 euro per stuk. Dat zou alleen wel moeten, want in deze video gaan we niet alleen maar waterflesjes verkopen. We moeten namelijk door middel van het wassen van ramen en door het ophalen van bijvoorbeeld statiegeld meer geld zien te verdienen. Oh ja, en dit is trouwens mijn beste vriend Ian die mij de komende 24 uur gaat helpen. Wil je dit water misschien kopen voor 2 euro per flesje? Dan ben je een held die ons heeft gesponsord. Mag ik een held uitkiezen? Dat mag. Spider-Man. Jij bent Spider-Man. We hebben dus gewoon 4 euro gekregen van deze Spider-Man. Maar hij heeft geen water gekocht? Nee, ik heb mijn water nog. En toen was het dan toch echt mijn beurt om geld te gaan verdienen. Maar dat liep alleen niet helemaal soepel. Nee, mag ik wat vragen? Hey, mag ik u wat vragen? Nee? 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 Nou, toch bedankt. Nee? Nou, wel bedankt. En terwijl ik al een half uur aan het rondvragen was, had ik nog steeds niks kunnen verkopen. Maar ondanks dat bleef ik doorzetten. En toen lukte het me eindelijk om het eerste waterflesje te verkopen. Hé, kijk, topper. Nou mensen, we hebben nu dus het eerste flesje water verkocht. En we hebben nu dus al 5,20 euro. En nadat ik het eerste flesje had verkocht, begonnen ook deze twee jongens interesse te tonen. Hé, jullie zijn echt toppers. Nu moeten we weer wat anders zien te vinden. Yep, want door het verkopen van waterflesjes gaan we natuurlijk niet rijk worden. Dus besloten we om naar de winkel te gaan om vervolgens een ramenwassetje te kopen. En die wil ik eigenlijk uw ramenwas voor 5 euro of zo. Ja? Ja? Top. Nou, dankjewel. Let's go. We hebben onze eerste klant nu al gewoon te pakken. Nou, laten we gewoon maar gaan beginnen met het wassen van deze kapot smerige ramen, want we moeten geld verdienen. Wat een teamwork, jongen. Ah, topper. Hey, dankjewel. Hop naar de volgende. Nee? Toch niet? Nou, toch bedankt. Nee, toch niet? Wij zijn bezig met een video voor YouTube, waarin we binnen 24 uur zoveel mogelijk geld moeten verdienen. En we willen eigenlijk voor een paar euro de ramen wassen als dat kan. Minimaal 100 euro. Nee, grapje. Maakt niet uit, zeg maar. Ja, prima. Helemaal goed. Een nieuwe klus erbij, dus we kunnen weer ramen gaan wassen. Ian is ondertussen al bezig met het wassen van de ramen. En nu zijn ook deze ramen weer gewoon hartstikke schoon. Dus ja, kijk, top, dank u wel. Ja, we hebben weer geld in de pocket. We hadden even een vraagje. Dus eigenlijk de vraag of we voor een paar euro de ramen even kunnen lappen. Ja. Oh, ja. Nou, oké, okay, helaas. Dat is jammer. Nee, helemaal niet. En nadat we meerdere keren waren afgewezen, besloot deze legend om ons te supporten. Eigenlijk de vraag of we voor een paar euro gewoon de ramen even kunnen wassen. Ja? Helemaal prima. Nou, wij gaan dus nu even de ramen hier wassen. Let's go. Ik ben donders goed hierin. Wij zijn echt een goed team hier. Dank. Yes. Topper. Jij ook bedankt. Geen probleem. Ja. En ik heb hier even een... Ja. Kijk, hartstikke bedankt man. Gewoon, Frank, één dingetje. Kom maar. Deze man heeft een goed idee. En toen kwam een van zijn vrienden langs die ons ook wel graag wilde helpen. Ja, ze kunnen jullie helpen met klusjes, maar ik wil heel graag jullie motiveren voor dit prachtige ervaring die we hebben. Ja, dus, heel erg bedankt. Ik geef je gewoon cash. Oh, weet je het zeker? 20 euro is wel echt heel veel, hè? Maar als je er wel iets tof van koopt, wat daarna weer multi... dat gaan we zeker doen. Ja. Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt. Hey, thanks man. Holy shit, die guy heeft ons gewoon 20 euro gegeven. Dat staat echt helemaal nergens op. Wat een legend deze guy. We moeten meer geld verdienen. Ja. Ik zou zeggen, we gaan nog een paar ramen wassen. Eigenlijk de vraag of we voor 3 euro of zo de ramen even kunnen wassen. Een leuke ramenlap setje meegenomen. Ja. Dat was eigenlijk vaak of we voor een paar euro de ramen even konden lappen. Alle ramen. Ja. Voor een paar euro. Een paar euro. Ja, is goed. Alleen buiten. Ja, 2,50. Voor buiten alleen. Ja. Nou, helemaal prima, doen we dat. We hebben weer een nieuwe klus erbij. We gaan weer aan de slag. Mama? Zeker weten. Ja, dat voor 2,50. De hele ramen. Allemaal. Zeker weten. Ja, kijk, nu is hij wel jaloers. Kijk die ramen, ze zijn hartstikke vies. Die wil je toch gewoon schoon hebben eigenlijk. Ja? Voor moeder, ja, je hebt ons dus net gewoon keihard afgewezen eigenlijk. Nou, dat klopt. Ja, en hij heeft nu best wel veel spijt, dus we mogen nu zijn ramen ook wassen voor 2,50 euro. Voor mijn moeder helpen. Ik denk dat je moeder heel blij is straks. Nou, heel erg bedankt. Jullie bedankt. Ja. Nou, we gaan gelijk weer door, want de volgende klant is alweer aan het wachten. Ja. Dat ziet er echt niet uit, hè. Nou, kom op. Kom op, dit gaat hartstikke goed. We zijn hartstikke goed bezig. Echt, ja toch? Kijk, wij zijn gewoon professioneel. Repetition die ramen hebben we ook gedaan en dat kun je gewoon skills, zien. Hè? Repetition is the mother of all skills. Dus precies. Kijk, top. Dankjewel. Heel erg bedankt. We hebben weer geld gecraft. Nou, we hebben dus nu al best wel veel geld weten te verdienen. Laten we even kijken hoeveel geld we hebben. Wil jij tellen? Ik ben benieuwd. We hebben dus nu gewoon 42 euro en 20 hele centen. Dus, wat is nu het plan dan?
Ja, ik denk dat het eigenlijk wel een leuk idee is om gewoon langs de deur te gaan bij mensen en vragen of ze nog statiegeld hebben wat we kunnen inleveren. Nou, omdat we nu best wel veel geld hebben, kunnen we natuurlijk niet alles in onze broekzak bewaren. Dus gaan we even kijken of we een leuk portemonneetje kunnen kopen. Dus is het plan om bij mensen aan te bellen en vragen om statiegeld. Maar eerst moesten we iets anders regelen. We kunnen nu eindelijk al ons geld er hier instoppen en hoeven we het niet meer in onze broekzak te bewaren. Nou, stop er maar in. En toen we de perfecte portemonnee gevonden hadden, was er dan toch echt tijd om statiegeld op te halen? Ik had even een vraagje, is misschien een beetje een rare vraag, maar wij zijn bezig met een video voor YouTube waarin we binnen 24 uur zoveel mogelijk geld moeten verdienen. En eigenlijk ons vragen alsof u toevallig een statiegeld flesjes had of iets dergelijks. Zijn we eigenlijk op zoek naar een statiegeld? Ja. Dus de vraag is of... Oh, allemaal net ingeleverd. Ja. Shit. Nee, maakt niet uit. Nee. Heel erg bedankt. Top, dankjewel. Nou, kijk. Dat is helemaal top. Heel erg bedankt. Yes. Helemaal top. Hey, fijne dag. Ik heb nu alweer best wel veel flessen erbij. En dit is trouwens een goed moment voor jou om te abonneren. Dat kun je hier beneden doen. En klik even op het belletje. Yes mensen, een nieuwe dag. We hebben echt veel statiegeld. En ik heb ook nog een leuke toevoeging. Ik heb namelijk een blikje cola gedronken, dus die kan er mooi bij. Nou, stop er maar bij. Huts. Laten we er maar lekker gaan inleveren. Yes. Ja, echt dat is heel lekker. Nu hebben we dus gewoon 5,10 euro hieruit weten te halen. Laten we even uitbetalen. Even een bonnetje. Yes, we hebben het geld. 5,10 euro. Dus laten we dat gelijk maar even in de portemonnee stoppen. Ja. En de briefie. Ik ben fucking rijk. Laten we nu wat anders gaan proberen. Ja, goed. En toen we het statiegeld hadden ingeleverd en maar liefst 5,10 euro hadden verdiend, was er dan toch weer echt tijd om geld te verdienen. Dus kwamen we met het geniale idee om een bord te kopen. Om er vervolgens op te zetten: laat ons lachen en win 2 euro. Dit moet toch sowieso gaan werken? Ik kan dit heel mooi schrijven, inderdaad. Ja, nee. Maar dat maakt niet uit, want we moeten geld gaan verdienen. En hoe gaan we dat doen? Laat ons lachen en win 2 euro. Maar als we niet lachen, dan krijgen wij 2 euro. Ik hoop dat het lukt. Ja. We gaan het proberen in ieder geval. Ja, en als het dus niet werkt, moeten we dus iets anders gaan bedenken. Ja. Ik zie wel heel veel mensen kijken, dus dat scheelt. Dat trekt wel de aandacht. Meedoen, meedoen. Win 2 euro. Hij wil meedoen. Ik zie hem kijken. Ja, ik zie hem kijken. Hij wil heel graag meedoen. Laat ons lachen, win 2 euro. Maar als wij niet lachen, dan krijgen wij 2 euro. Ik zie de twijfel. We hebben mensen nodig. Ik heb 1 euro. Oké, okay, prima. Okay, deal. Dan maken we er 1 euro van voor jou. Wacht even, ik moet nu al lachen. Wacht even, ik moet even tot aankomen. Anders ons geld weg. Waarom kan je niet kamperen in de woestijn? Kut. Waarom heb ik hierom gelachen? Ik moet hem nu 1 euro geven. Hou je 1 euro maar, geef maar aan de moeder. Oké, helemaal goed. Ja, we waren bijna geld kwijt. Ik zie hun kijken, zij willen denk ik wel meedoen. Laat ons lachen, win 2 euro. Ik denk dat jullie wel mee willen doen, toch? Oh, dat is geen ja, maar ook geen nee. U wil meedoen, ik zie u al lachen. Helaas, helaas. Laat ons lachen, win 2 hele euro's. Willen jullie lachen? Jullie moeten ons laten lachen, dan kun je 2 euro winnen. Maar als wij niet lachen, dan moeten jullie geld aan ons geven. Je mag zelf bepalen hoeveel. Jij mag 5 cent. Prima. Voor 5 cent doen we het. 5 cent, oké. Ja, ja. Oké. Okay. Besef hè, dat als hij 1 keer lacht, dan hebben jullie gewoon al het geld weer terugverdiend. Ja, ja. Maar, oh ja, dat is wel grappig. Ja? Hoenkie Plankie! Ja, maar nadat ze ons maar niet konden laten lachen, kwam één jongen met wel een heel bijzonder voorstel. Zodat ze toch nog een paar euro kunnen terugverdienen. Mogen we ook iets doen? Huh? Ja, tuurlijk, wat wil je doen dan? In het water springen. Je wil het water gaan springen? Ja. Waar wil je dat überhaupt gaan doen? Hier wil je in het water springen? Ja. Oké, maar dan moet je wel helemaal nat zijn. Prima. Ja, hij gaat hier dus nu in het water rollen ofzo. Ik weet niet waarom, maar blijkbaar vindt hij het leuk om zo nat te worden hier. Het is toch warm. Wat doet hij nou? Hij zet zijn fiets in het water. Oh, bro. Ja, komt wel licht, Oh. Nou, hier heb jij je 2 euro. Heel veel plezier ermee. Ja, nu ga jij dus het water in rollen. Ja. Je moet wel gaan rollen, hè? Oh, rollen, rollen. Nou, het scheelt dat het warm is, dus je krijgt het in ieder geval niet koud. Kijk eens, heel veel plezier ermee. Laten we nu maar eens gaan tellen hoeveel wij hebben overgehouden. Nou, goed. Hoeveel hebben we eigenlijk verdiend? Wil jij tellen? Ja, dat wil ik wel. 37 hele euro en 85 centen. Nou, dat is oprecht best wel veel. En al dit geld kun je dus winnen. En hoe je dat doet, dat is eigenlijk heel simpel. Het enige wat je hoeft te doen is een reactie te plaatsen hier beneden met je Instagram naam. En dan gaan wij dus één iemand uitkiezen. En die wint dus 37 euro en 85 cent.